snijden, stakbrood in plakjes. Bedek het gesneden brood in de kom met keukenrol en schone doek. Snijd 4 kleine cherry tomaatjes in kleine stukjes. Versnipper 1 middelgrote paarse ui. Ja, ja! Snijd 2 teentjes knoflook heel fijn. Amai! Ik zag een man een grote gat graven in het centrum. Bent u uw trouwring kwijtgeraakt? Nee, ik ben bezig glasvezel aan te leggen voor T-Mobile. Snijd 10 basilicumblaadjes in grote stukken. Doe de in julienne gesneden stukjes zongebroden tomaatjes in een kleine glas van 125 ml. Doe daarna de kleine glas zongebroden tomatenstukjes in een grote kom. En de paarse ei. De 2 teentjes knoflook. De basilicumblaadjes. De cherry tomaatjes. Halve kleine theelepel gemalen zwarte peper. Twee eetlepels balsamico azijn. Drie eetlepels olijfolie. Mineraalzout naar smaak. Meng alles. Smeer 9 plakjes brood met olijfolie aan 1 zijde. Oven een paar minuten voor verwarmen op 200 graden Celsius. Bak brood een paar minuten in oven. Smeer plakjes brood met ricotta kaas. De sergeant Roubaus. Ik heb je vanmorgen niet gezien bij de camouflage oefening.
Dank u voor het compliment. Doe zongedroogde tomatenmengsel op brood? Nee, ik hou niet van mijn schoonmoeder. Dan eet je toch alleen je patatjes op?